Als je wil weten wat het verschil is tussen een waypoint, een route en een track en hoe je deze binnen Garmin Basecamp maakt, bekijk dan even deel 2 van deze serie. In deze video leg ik je uit hoe je die waypoint, route en track nu wijzigt en hoe je die nou naar je Garmin GPS stuurt. Een waypoint wijzig je op de volgende manier. Dubbelklik op de waypoint in de kaart of in de bibliotheek. Dan verschijnt het eigenschappenscherm van de waypoint en kun je handmatig onder positie de coördinaten van dit waypoint wijzigen. En wanneer je dit doet, zul je zien dat de waypoint automatisch verplaatst wordt naar een nieuwe locatie op de kaart. Een andere manier is om via de werkbalk kaartfuncties te kiezen voor het pijltje, daarna te klikken op het waypoint, dan naar de icoon punt verplaatsen gaan van de werkbalk tekengereedschap, dan weer naar de waypoint, je linkermuis erop ingedrukt houden en vervolgens de waypoint te slepen naar een plek waar je wil dat deze geplaatst moet worden. En wanneer je de muis loslaat, dan wordt de waypoint verplaatst naar zijn nieuwe locatie op de kaart. Een route kun je binnen Basecamp aanpassen door gebruik te maken van de werkbalk tekengereedschap. De knoppen die nu grijs zijn, komen beschikbaar wanneer je op de route klikt in de bibliotheek of op de kaart. Nou, wanneer je die werkbalk nou niet ziet, klik dan even op beeld, werkbalken en dan klik je op tekengereedschap. Als hier dan een vinkje voor staat, dan kun je hem zien en ook gebruiken. Nou, er zijn nu 4 knoppen beschikbaar gekomen en dat zijn het potloodje waarmee we een punt kunnen toevoegen, het vierkantje met het pijltje om een punt te verplaatsen, het gummetje om een punt of een stuk van de route te wissen en het schaartje om de route op te splitsen in verschillende delen. Voordat we aan de slag gaan, maak ik zelf eerst altijd even een kopie van de route. Rechtermuis op de naam van de route in de bibliotheek. Dan kiezen voor duplicaat. Dan zeg je ja. Als je dan op de route klikt, dan zie je dat Basecamp hier een eentje achter hem heeft gezet. Nou, om het verschil nog duidelijker te maken, klik je op de woordenwolk. Dan komt het eigenschappenscherm naar voren. En heb je hier dus de mogelijkheid om de naam van de route te wijzigen. En de kleur. Kruisje en het is opgeslagen. Je ziet nou dat de kleur rood is en de naam veranderd is in duplicaat. Dan laten we eens een punt aan deze route toevoegen. Je klikt met de linkermuisknop op het potloodje en vervolgens ga je over de route heen. Wanneer je er namelijk naast gaat, er gebeurt er niks, maar ga je over de route heen, dan zie je dat er een rechte lijn ontstaat tussen het begin en het eindpunt. Wanneer ik dan op de route klik met de linkermuisknop, verandert de rechte lijn in elastiek, die ik kan loslaten op elk gewenst punt wat ik aan de route wil toevoegen. Linkermuisknop en je ziet dat M wordt toegevoegd aan de route. En nou zie je direct ook goed het verschil tussen de originele route in het roze en de gekopieerde route in het rood. Nou, wat je ziet is dat je laatst geplaatste routepunt aan het einde van de route blijft je elastiekje hangen. Maar ik wil nou eigenlijk een punt tussen Notter en Emmen plaatsen. Hoe doe ik dat nou? Rechtermuisknop laat je het elastiekje los. En vervolgens ga je over de route, over het stuk route tussen Notter en Emmen. Linkermuisknop, het elastiekje wordt weer actief. Linkermuisknop en hij voegt het punt Notter toe. Wil ik nou een punt verplaatsen, dan ga ik linkermuisknop op het verplaatsicoontje. Vervolgens ga ik met de linkermuisknop ingedrukt op Emmen staan. En sleep ik, terwijl ik de linkermuisknop ingedrukt hou, dit punt naar een ander punt op de kaart, bijvoorbeeld Stadskanaal. En dan zie je nu dat je punt wordt verplaatst en dus ook je route opnieuw wordt berekend. En nou gaat hij dus ook langs Stadskanaal. Wil ik nou een punt wissen, klik dan even met de linkermuisknop op het gummetje. Vervolgens klik je weer op Stadskanaal. En dan zie je dat het punt gewist wordt en dat hij opnieuw wordt berekend. En nou dat hij niet meer over Stadskanaal gaat. Wil je nou je route opsplitsen, dan heb je dus meerdere punten nodig. Want heb je gewoon een begin- en een eindpunt, dan kun je hem niet splitsen. Maar hier zit dus nog één ander punt in, dus ik kan hem één keer splitsen. Linkermuisknop op het schaartje. En vervolgens klik je op het donkere gedeelte en dan zie je dat de route gesplitst is. En dat er een route in de bibliotheek is bijgekomen, Notton tot Waypoint Lake. Wil je nou iets ongedaan maken wat je hebt gedaan? Klik dan op bewerken. Ongedaan maken. Je kan ook de sneltoetsen Ctrl en Z ingedrukt houden.
En zo maak je dus een handeling, een foutieve handeling, ongedaan. Dit zijn de manieren om een route aan te passen binnen Basecamp. Als je nou een foutje hebt gemaakt tijdens het maken van een track en je wil na de hand nog een punt toevoegen of je wil hem dat hij opgesplitst wordt, dan kun je dezelfde werkbalk gebruiken als bij de route, namelijk die van het tekengereedschap. Linkermuisknop op het potloodje met het plusje, dan kun je een punt aan de track toevoegen. Je kan bepaalde trekpunten verplaatsen. Linkermuisknop op het tweede icoontje. Linkermuisknop ingedrukt houden. Terwijl je hem verplaatst naar zijn nieuwe locatie. Loslaten en je ziet dat het trekpunt verplaatst is. Naar zijn nieuwe locatie. Wil je nou bepaalde trekpunten wissen? Gummetje selecteren. Linkermuisknop op het kruisje. En je ziet dat bepaalde trekpunten gewist worden. Het opsplitsen gaat net zo makkelijk als bij de route. Schaatje selecteren, linkermuisknop. Je ziet nou dat er twee tracks zijn ontstaan. Wil je deze later weer samenvoegen? Selecteer dan even linkermuisknop in de bibliotheek. Langzaam omhoog, zodat ze alle twee geselecteerd worden. Rechtermuisknop, geavanceerd. Klik dan op geselecteerde sporen samenvoegen. En je ziet dat het weer één track wordt. Nou, we beginnen bij 13 en daarna pas bij 14, dus we veranderen even de volgorde met het pijltje omhoog. Druk op OK en je ziet dat het nou track 15 is geworden. Er is nog één andere manier om een bepaalde trackpunt te wissen en dat is door op de woordenbalk te gaan staan van de track, hierop te klikken. Dan komt het eigenschappenscherm van de track naar voren en hier heb je dan ook weer de mogelijkheid om een trackpunt aan te klikken. Rechtermuisknop en ook dus de mogelijkheid om weer een trackpunt te wissen. En zo pas je net als een route de track aan. Nou, hoe verzend je nou je waypoint, route en track die we net hebben aangepast hebben, hoe verzenden we die nou naar onze GPS? Je sluit je GPS aan met de USB-kabel. Dan zie je dat hij aan de linkerkant binnen Basecamp beschikbaar wordt. En dan kun je heel simpel alles selecteren en vervolgens droppen in de interne opslag. Je ziet dat dit oranje wordt en een groen vinkje geeft aan dat alles is opgeslagen. Hieronder zie je ook nog de SD-kaart beschikbaar. Als ik zou willen, kan ik dus ook alles selecteren en dan naar mijn SD-kaart sturen. Een andere manier is om een selectie te maken. Dus ik kies alleen de track, rechtermuisknop. Verzenden naar en dan kan ik kiezen uit interne opslag van mijn apparaat of de gebruiksgegevens, oftewel de SD-kaart. SD-kaart, oké, en hij wordt verzonden. Veel succes met oefenen. Heb je nog een opmerking of een vraag? Laat dit dan achter onder deze video. Vergeet niet te abonneren, want dan krijg je direct een melding wanneer we weer iets nieuws online hebben staan. En dan zie ik je de volgende keer weer en dan gaan we het hebben over hoe je Garmin Basecamp nu netjes houdt met behulp van mappen en lijsten. Hoe je je gereden route het beste kunt opslaan, zodat je die vervolgens naar je maatje kan sturen. En hoe je een track van het internet downloadt.